Hallo iedereen, in deze video neem ik jullie mee naar Punta Cana. Ik ga met mijn papa op missie mee voor 2 dagen. Het is een vlucht van 8:30 en dit was het uitzicht bij het opstijgen. Land was in zicht, het mooie eiland, het lekkere weer en de blauwe zee. Dus we gingen landen en ik ben echt super excited voor deze 2 dagen. Hallo iedereen, er is super veel wind. Hopelijk horen jullie mij. Maar ik ben in Punta Cana. Ik blink ook echt, want ik heb net een hele lading zonnecrème op mij gesmeerd. Dus even niet opletten. Maar ik ben voor 2 dagen maar in Punta Cana, want ik ben met mijn papa meegevlogen. En ik heb voor de eerste keer in juni geen examens. Want ik zit nu in mijn laatste jaar, in mijn masterjaar. En ik heb mijn thesis net ingediend. En ik heb geen examens meer, ik studeer af. Dus ik dacht, ik ga er even van profiteren en ik ga mee met mijn papa. Het is hier mega warm. We hebben ook net een vlucht gehad van 9 uur. Dus ik ben ook wel een beetje moe. Maar het is hier nu 5:10. En in België is het 6 uur later, dus in België is het al 10:50 s'avonds. Ik ga nu even gaan zwemmen. Mijn lichaam heeft een beetje beweging nodig na 9 uur stilzitten. Ik voel het ook echt, ik ben helemaal bloated. Het is ook echt super lang geleden dat er een YouTube-video online is gekomen, maar dat was dus door mijn studies. Ik had het super druk met mijn thesis en alle andere dingen. Maar nu heb ik dus meer tijd om voor jullie YouTube-video's te maken. Dus als jullie ideeën hebben of aanvragen of video's dat jullie willen dat ik maak, laat het weten in de reacties. See you later! Plots kwam deze super vriendelijke man met zijn huisdier. Hij had namelijk een aapje genaamd Rico. En deze was zo cute. En de man wou mij helpen met foto's maken. Echt super lief. Maar kijk hoe cute Rico was. Dan hebben we nog lekker gegeten. En daarna zijn we gaan slapen, want we waren super moe. Goedemorgen iedereen, we zijn de volgende dag. We gaan nu naar de coffeeshop en dan gaan we ontbijten aan het strand. Het is echt super zonnig, dus ik heb heel veel zin om te zwemmen en te bruinen en allemaal leuke dingen te doen. We zijn echt aan het genieten. Ik heb net heel veel foto's gemaakt en ik heb een mojito gedronken, maar een passion fruit mojito. Echt heel lekker. Er zitten nog heel veel pitjes in. Daar het zwembad, maar je hebt ook nog daar een groter zwembad, maar hier is het gewoon adults only, dus dat is heel rustig hier. Ik heb me klaargemaakt, ben gaan douchen en we gaan nu iets heel leuk doen, want mijn papa heeft een drone mee en we gaan naar het strand en we gaan drone shots maken. Daarnet hadden we het al even geprobeerd op het strand en het ziet er echt kei cool uit, want die drone kan tot 500 meter hoogte en nu is het zo'n beetje zonsondergang, dus hopelijk gaat dat mooi geven. Dit is de drone en we besturen hem dan met de gsm en we gaan het daar filmen. Oké, hij gaat opstijgen. Hier zijn wij. Hierna zijn we nog gaan eten in een van de themarestaurants van het hotel, namelijk de Italiaan. Hier zie je de kok aan het werk, lekker een verse pizza's en ik had een heerlijke pasta. Goedemorgen iedereen, we zijn de volgende dag en het is nu 7:30 ochtends, maar we zijn onderweg naar het strand, weer met de drone, want we gaan opnieuw droombeelden maken. Want gisteren was het een beetje donker, zoals jullie misschien wel hebben gezien, dus we gaan nu proberen in het daglicht. Hopelijk lukt het en daarna gaan we ontbijten en nog genieten van de laatste dag, want vanavond vertrekken we alweer naar huis. Het was kort, maar leuk en ik neem jullie vandaag weer de hele dag mee. Het hotel beschikte ook over een waterpretpark en natuurlijk moest ik enkele glijbanen uittesten. En deze blauwe was bijvoorbeeld echt heel snel, maar ook al pijnlijk aan mijn rug.
paar laatste foto's op het strand. En dan was het jammer genoeg tijd om terug te gaan naar de hotelkamer om ons klaar te maken voor de terugvlucht. Hallo iedereen, ik ben terug op de hotelkamer. Ik heb net gedoucht, want we zijn ons aan het klaarmaken om naar huis te gaan. We vertrekken naar de luchthaven binnen een half uur, denk ik. Dus alles is nu aan het opladen. Ik ben ook nog afleveringen aan het downloaden van Gilmore Girls om te kijken op het vliegtuig, want ik ben echt verslaafd eraan. En het is 8 uur vliegen, 8:15. Maar het is een nachtvlucht. Dus dat betekent dat wij nu in de avond hier vertrekken, in de tijd van Punta Cana. En dan komen wij toe in België als het daar al voormiddag/middag is. Dus we brengen de nacht door op het vliegtuig. Wat eigenlijk dus wil zeggen nachtje door, want ik kan echt niet goed slapen op een vliegtuig. Het was een korte reis, vandaar ook dat de video waarschijnlijk redelijk kort gaat zijn. Maar er komen echt heel leuke dingen aan en er zijn ook leuke dingen op de planning. Want zoals ik al heb gezegd, heb ik geen examens na al die jaren. Geen examens in juni. En binnen een week vertrek ik alweer op reis met een vriendin naar Sicilië. En dan ga ik ook sowieso vloggen voor jullie. By the way, ik weet dat heel veel mensen die nu aan het kijken zijn examens hebben. Dus ik wil jullie even echt super veel succes wensen met de examens. Ik weet wat het is een harde periode. Maar aan alles komt een eind, geloof me. Ik heb al zoveel examenperiodes gedaan. En het is altijd goed gekomen en dat gaat bij jullie ook zo zijn. Dus blijven strijden en dan is het zomer. Dus nu ga ik nog even verder mijn valies pakken. Ik heb wel zin op zich om te vliegen. Want omdat mijn papa de piloot is, mag ik in de cockpit zitten. En het is altijd zo'n super mooie view, zeker bij sunset. Dus ik ga dat ook aan jullie laten zien. En als jullie graag ook een behind the scenes willen van hoe dat er eigenlijk aan toe gaat tijdens een nachtvlucht. Bijvoorbeeld waar de stewards en stewardessen slapen en zo. Klik dan even op het linkje hier. Hier ergens in de hoek, want ik heb dat een paar jaar geleden allemaal vastgelegd op camera. Als je dat interesseert, zeker even klikken. Er waren onderweg een paar donderbuien en hier zien jullie enkele beelden vanuit de cockpit. Best wel indrukwekkend. Maar het mooiste vond ik toch de zonsopgang. Ook al was ik heel moe, het was de moeite waard. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Bye!